Ja, we hebben hem een tijdje niet gezien, maar vergeten zullen we hem niet snel. Hij was minister van Economische Zaken in het kabinet Balkenende 1. 3 maanden duurde dat avontuur. Toen kapseisde alle goede bedoelingen onder ruzies binnen zijn toenmalige eigen partij, de LPF. En nu, we zijn zo'n 12 jaar later, debuteert hij als thrillerschrijver met Riskant Spel, Herman Heinsbroek. Leuk u weer te zien. Ja. Hoe gaat het met u? Het gaat eigenlijk met mij uitstekend. Met name sinds ik dit boek eindelijk een keer geschreven heb. Want dat was dat duurde lang? Of dat nou, nee, dat stond, ik schrijf al langer eigenlijk korte verhalen. En dit stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. Om eindelijk eens een boek te gaan schrijven. Want die korte verhalen die heb ik nooit gepubliceerd. Maar die liet ik af en toe aan mensen lezen. Die zeiden, goh, je moet eens publiceren, dat is leuk. Ja. Maar ja, ergens had ik in mijn achterhoofd korte verhalen. Leuk en aardig, een bundeltje. Ik wil een boek schrijven. En ik wil een spannend boek schrijven. En een boek wat ergens over gaat. Wat inhoud heeft. En dat heb ik gedaan. Het is eindelijk geboren. Daar ligt het. Ja, ik heb het gelezen. Je hebt het helemaal gelezen? Ja. En ik las het. Wat zegt u? Vond je het spannend? Ik vond het ook spannend. Het is een eigenaardig boek. Het is een eigenaardig boek, ja. Nou, in die zin dat ik lees zo ontzettend de politicus Heinsbroek... die natuurlijk, wat u betreft, waarschijnlijk veel te vroeg van toneel verdween... maar nog allerlei idealen en meningen heeft... die voortdurend in dat boek... Je kan het als politiek traktaat... Er zit hier in die bladzijde zit een politiek traktaat. De lijst daarvan zit er wel in, ja. Nou ja, er zitten meningen van mij in de karakters die ik ten toneel heb gevoerd. Nou, dan hoef je niet naar te zoeken, hoor. Bladzijde 11, dat is de eerste bladzijde van het boek. Hè? Want dan heb je het voorwerk en dan begint op bladzijde 11 begint het verhaal. Ik heb er een paar dingetjes uitgehaald. Mag ja, hartstikke leuk. Ja. Ik ga zo vragen of u nog wel eens terugdenkt aan die Haagse tijd. Hoor. Maar nu even dit. Ja. Hij, de hoofdpersoon, maakt zich zorgen over Nederland... waar nog niet zo lang geleden een jonge hondenkabinet is aangetreden... dat het land alleen maar dieper in de al jaren durende economische crisis heeft gedrukt. Het land wordt steeds onkundiger bestuurd, denkt hij. Wat hem vooral irriteert is dat een economische... toekomstvisie ontbreekt en Den Haag braaf achter het falende beleid... van de door Duitsland gedomineerde Europese Unie aanholt. Waarom nemen ze geen voorbeeld aan het VS of Engeland, vraagt hij zich af. Zijn we net begonnen, hè? Dat hebben we net drie jaar gehad. Ja, dat zijn we net begonnen, ja, klopt. Ja. Ja. En dan gaan we weer verder, gewoon met het verhaal. Hè? Dan gaan we met de hoofdpersoon verder. Nee, het is dus u heeft 2 pennen in de hand gehad. Eén, staat spannende verhaal. En die andere pen, die zat gewoon die politie. Ja, nee, maar jij luister, ik wilde dus een spannend verhaal schrijven. Ik hou van boeken zelf die ergens over gaan, maar die bovendien... waarbij het niet tot pagina 50 duurt voordat er eigenlijk iets wat gaat gebeuren. Ja. Dus dat heb ik gepoogd. En daarnaast vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk om dat te combineren met meningen... die ik nog steeds heb, zoals geëngageerd burger en zoals jij wellicht ook. Tuurlijk. En die kan je daar mooi in kwijt. Dus denkt u nog wel eens terug in die knotsgekke dagen daar in Den Haag? Die eigenlijk blamerende dagen ook. Dus het idioot hoofdstuk in de Haagse politiek. Kijk, Matthijs, ik kwam in een chaos terecht. Ja. En een chaos met weinig gelijkgestemden. De vraag was, drinkt u nog wel eens aan terug? Ja. Met een glimlach? Dubbel gevoel. Enerzijds jammer dat het niet gelukt is. Anderzijds was het ook leuk. We hebben gelachen. Ik heb veel geleerd. Ik heb veel mensen leren kennen. Dus ik heb er geen moment spijt van. We hebben gelachen? Ja, we hebben ook gelachen. Ja? Ja, ik heb ook met medebewindslieden van andere partijen hebben ook gelachen. Dat gebeurt ook. In de kabinetsvergadering lach je ook natuurlijk. Hè? Wat voor herinneringen heeft u aan de heer Heinsbroek? U zat in de Kamer, hè? Ik zat toen in de Kamer. Ja, het was ik mag wel heel eerlijk zijn, een beetje een chaotisch geheel natuurlijk. Het was volstrekt chaotisch. Ja, ook die hele fractie van de LPF was chaotisch. Ja, dat ga ik niet ontkennen. Dus, ik wil heel graag genuanceerd zijn, maar er zijn grenzen aan wat ik opbreng. Het was volstrekte chaos en niemand wist ook hoe het eigenlijk moest. Dus ja, men deed maar wat. En het was natuurlijk een grote groep. Ja. Dus het was ook niet zeg maar, te ontkennen. En er gingen ook allerlei verhalen de ronde over hoe dat in de fractie zelf toe ging. Hè. Dus dat was, en het was natuurlijk voor de Partij van de Arbeid, die waren natuurlijk reuzen op ons falie gehad bij die verkiezingen. Zeker. Dus we zaten natuurlijk toch al in een ander deel van het gebouw. En de LPF zat in het deel van het gebouw waar oorspronkelijk de Partij van de Arbeid zat. Dus daar zat van alles natuurlijk aan pijn. Ja, de LPF had er misschien beter aan gedaan om niet onmiddellijk te gaan regeren, maar om het métier van het politieke vak een beetje te leren. Ja. En voorlopig eerst eens in de oppositiebankjes gaan en die partij verder uitbouwen, vorm daaraan geven, een nieuwe leider vinden en dan verder gaan. Maar ze zijn uiterst snel erin gestapt. Ja. Nou ja. Tot zover de analyse van wat er toen gebeurde. Ja. U bent politiek geëngageerd gebleven, dat blijkt onder andere uit het boek. Heeft u ooit want u heeft zich even bemoeid met Hero Brinkman en met Rita Verdonk. Nou, die heb ik advies gegeven, maar niet veel meer dan dat. Nou ja, noem ik een vorm van bemoeien. Ja, ja. Advies geven, is toch een vorm van bemoeien of niet? Nee, niet echt, want ik ben verder niet met die partij bezig. U werd ervoor betaald? Nee, dat niet. Nou ja, dan ben je toch een beetje van de jongens of niet, van de club? Nee, nul. Oh, nul. Heeft u wel... wat stemt u tegenwoordig eigenlijk? Ik heb de laatste keer tot mijn spijt, moet ik zeggen, VVD gestemd. Want? Omdat Rutte op de avond van de verkiezingsuitslag de hypotheekrente aftrekt. Op het top van de crisis, de huizencrisis en van de financiële crisis, schaft hij de hypotheekrenteaftrek af. En je hebt geen idee wat voor drama dat heeft betekend in Nederland. Kijk, en dat was een dealbreaker voor hem. Hè? Dat zat hij overal verkondigen. Nee, dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Bij mij in veilige handen. En van,
Hij geeft het dezelfde avond weg. Dat ben je voor mij onbetrouwbaar. Ja. Dus hier zit een schrijver. Ja? U heeft tenslotte een boek geschreven, maar er zit toch vooral een politicus. Er zit beide. Want Matthijs, ik vind schrijven wel ontzettend leuk. Er komen dingen uit je vingers die je van tevoren niet kan bedenken. Ja. En je kunt het in je eentje doen. Je kunt heerlijk kun je fantaseren. Je kunt je karakters laten doen. Het boek is af. Dus we hebben weer reusachtig veel vrije tijd. Nee, want ik ga waarschijnlijk, denk ik, deel 2 schrijven. Deel 2? Ja. Ja. Als je hem helemaal gelezen hebt, dan weet je ook De pakkans is klein, denkt hij vaak genoeg. Van de Nederlandse politie valt niet al te veel te vrezen. Ja. Die zijn door alle bezuinigingsmaatregelen en reorganisaties van de laatste decennia behoorlijk gedemotiveerd geraakt. En ze worden onderbetaald. En dan moeten ze hun werk ook nog doen in het uniform met het logo van een verwarmingsmonteur. Ja. En rondrijden is een goedkoop lullig autootje dat op geen enkele mens indruk maakt. Al helemaal niet op die criminelen uit het oude Oostblok die met bosjes tegelijk naar Nederland komen. En zo dendert het maar door. Ja. Bam. Dat vind ik heerlijk om te doen. Ja, elke bladzijde. lekker meppen, zeg maar. Ja. Nou ja, niet alleen meppen. Het is ook iets wat ik daar zeg, wat ik bij heel veel mensen in mijn omgeving hoor. Hè? Dat is niet alleen mijn mening, het is consensus bijna bij heel veel mensen. Maar wat is dan mag ik het vragen of niet? Ja. Of sorry, je nu? Zeker. Maar wat is dan het thriller-karakter? Want nou, dit is allemaal nog wel een beetje voorspelbaar. Het thriller-karakter is dat er is een verknipte figuur en die kidnapt een mediatycoon. Welke partij? Nee, geen partij. Kidnapt een mediatycoon. Dat is een man die heeft heel veel kranten. Die heeft televisiestations, maakt televisieproducties, radiostations enzovoort. En hij vindt dat hij eigenlijk te veel leedvermaakt tv uitzendt. Te veel afzeiktelevisie, te veel sensatie, te veel somberte over de mensen heen gooit. En hij vindt dat de mening, het gedrag, de gemoedstoestand van mensen beïnvloedt. Te zwaar beïnvloedt. En hij wil dat veranderen. Dus hij kidnapt die vent. Tegelijkertijd kidnapt hij ook zijn dochter. Want dat is een bijvangst, die is toevallig in het huis aanwezig. Die neemt hij mee en dan ontstaan er eigenlijk allerlei spannende en fanatieke gesprekken. En er gebeurt heel veel tijdens die kidnap. Het gaat er dus niet om losgeld te krijgen. Hij wil dat er wat anders uitgezonden gaat worden. Hij wil dat er wat anders gemaakt gaat worden aan televisie. Is uw irritatie zo groot over het aanbod op televisie? Want nogmaals, de drift spat ook niet van alleen de regels af. Nee, niet alleen de mijne. Ik hoor dat ook in mijn omgeving heel veel. Ik hoor het van mijn kinderen, mijn dochters die zeggen: papa, ik hoef die hele krant niet meer te lezen. Het is alleen maar meer ebola. Het is uit proportie. Als er ergens vogelgriep is, dan is er een heel Nederlands vogelgriep. Zo wordt het gebracht. En ik hoef die krant niet meer. En ik hoef dat televisieprogramma niet meer te zien. Dus het is niet alleen van mezelf, het is ook iets van duidelijk in die zin is het hoor. Bijna een pamflet, een aanklacht. Hè, als we nu, dit was de plot inderdaad. Ja. Die man wordt ontvoerd. Nee, de plot heb ik niet verraden. Nee. Maar wordt er gelachen? Maar wordt er in het boek wel gelachen, of niet? Nee, het boek is redelijk serieus. Nee, wordt zeker niet gelachen. Nee, het is een ernstige zaak. Dus je dochter gaat het niet lezen? Mijn dochter heeft het gelezen, vond het een goed boek, durf ik eerlijk te zeggen. Oké. Nee, maar die woede tegen de media, tegen een John de Mol-achtige of een Murdoch-achtige... Nee, de Murdoch-achtige, de Berlusconi-achtige, die het misbruiken. Ja. Dat is wel een kern die erin zit, die ook van mezelf is. Ja, dat is duidelijk. Oké, laatste keer. U bent erg rijk geworden in de platenindustrie. En dan gaat het ook even over muziek. George Michael was naar Pauls, doet dat verder niet toe, maatstaven... een uitstekende zanger en performer die in staat was gebleken... zichzelf keer op keer te vernieuwen. Hij componeerde, schreef en produceerde ook alles zelf. Ja. Een man die al op zijn 21ste persoonlijke onderwerpen... Op zijn 21ste met Last Christmas een klassieker op zijn naam zetten. Dat mocht je jezelf met recht artiest noemen en nood op je zang hebben. Helaas liepen ze van dat kaliber in Nederland niet al te veel rond. Nee, maar ik geef wel een voorbeeld. Wat zijn dit nou voor allemaal voor... Ja, dat is mijn mening daarover. Ja. Ze lopen er wel rond. Kijk naar Eubank en Marco Borsato. Kijk naar Golden Earring. Ze lopen er wel rond. Maar goede artiesten, ik kom uit dat vak, dat zijn eigenlijk artiesten, lange termijn artiesten. Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson. Schrijven, produceren, maken alles zelf. Dat zijn lange termijn artiesten. Dan heb je daarnaast zangers, zangeressen, Sinatra, Vroger is er ook een, die het fantastisch... Celine Dion, die het fantastisch kunnen zingen. Uh-huh. Die er meer van maken van het nummer wat geschreven is. Ja, ik vind het zo leuk dat u al die woede... want het maakt niet uit waar het over gaat. Muziek, de politie, hoe de mensen zich kleden, de honden, het maakt allemaal niet uit. Laatste vraag. U heeft besloten uzelf op de voorkant te zetten. Ja. Dat zie je niet vaak. Nee. Nou ja, daar zal ik ook een antwoord op geven. Ik ben natuurlijk enigszins bekend. Als je naar die boekenwinkels gaat, dan zie je allerlei zogenaamd spannende beeltenissen op die boeken staan. Ik denk, dit valt op. Ik zag Jan Mulder zijn hoofd op de voorkant zetten, terwijl het over iets heel anders gaat. Ik zag Connie Palmer in het boek van de Wetten dat ook doen. Ik dacht, dat is prima, dat ga ik ook doen. Ja, hartstikke goed. Wordt u vaak met Jack als Erik vergeleken? Nee, nog nooit, maar nu het zegt, er zit wat in, ja. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel.